Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij dag 2 van de Series Request. Vandaag in de uitzending hebben wij een interview met Merlijn Stoffers van het Rode Kruis. En nemen we weer een actie onder de loep. Als het geld eenmaal binnen is, hoe gaan jullie het geld dan besteden? Ja, wat we gaan doen is een aantal dingen. We moeten zorgen dat we voorkomen dat kinderen ziek worden. Ik ben zelf bijvoorbeeld in Ivoorkust geweest. En wat we daar zagen is dat mensen bijvoorbeeld geen schoon drinkwater hebben. Dat mensen geen wc's hebben. Maar dat mensen ook de ziekte niet herkennen. Dus ze weten eigenlijk niet wat is longontsteking. En bij longontsteking is het heel belangrijk om heel snel te gaan behandelen. En bij die kleine kindjes moet je binnen 24 uur naar het ziekenhuis. En als je dat niet doet, is de kans dat ze het niet overleven heel groot. Dus we moeten ze leren, hoe herken je longontsteking? Dat kan je bijvoorbeeld aan de manier van ademen zien of als mensen gaan zweten. Het zijn allemaal manieren waarop je kan zien van deze kinderen zijn ziek. Dat leggen we ze uit en dan weten ze van we moeten naar het ziekenhuis. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat er dan ook goede medische voorzieningen zijn. Er zijn vaak te weinig klinieken. En als die klinieken er zijn, hebben ze te weinig medicijnen of te weinig medische apparatuur. Ook dat zijn dingen die we kunnen gaan regelen. Maar bijvoorbeeld ook heel simpel antibiotica. En voor 4 euro heb je al 1 kuur antibiotica voor een kindje. Kun je een kindje mee redden. Dus dat is een van de dingen die we ook willen gaan doen het komend jaar. Om daarmee letterlijk levens te gaan redden. En wat is je nou het meest bijgebleven van die voorkust? Ja, wat je bijblijft als je daar komt, is de verhalen. Ik herinner me dat we op een gegeven moment met een familie aan het praten waren. En die hadden inderdaad een zoontje waren die kwijtgeraakt. En ik vroeg aan ze van, hebben jullie nou nog iets van dit zoontje? En de traditie is eigenlijk dat niet mag. Dat je geen spullen mag bewaren. Want de traditie is dat men dan denkt dat ook de andere kindjes ziek worden. En toen vroeg ik nog een beetje door. En toen hadden ze toch nog een shirtje bewaard van hem. En toen gingen ze in die spullen graven. En toen kwam er een voetbalshirtje uit. Die moeder werd vervolgens ook heel emotioneel. En zei ook van, als ik had geweten dat ik naar het ziekenhuis moest, dan had hij nu nog geleefd. Ja, dat zijn van die verhalen waardoor je denkt, we hadden het verschil kunnen maken als we hier waren geweest. Dat zijn een van de heel veel verhalen die je daar hebt gehoord. En die me ontzettend hebben gemotiveerd om keihard in actie te komen met z'n allen. Om zoveel mogelijk geld op te gaan halen voor dit ontzettend belangrijke doel. Wij wensen de DJ's veel succes en fijne dagen. Ja, mijn eurotje. Ik heb weer een steentje bijgedragen. En we gaan 15 euro doneren. En bent u van ver gereisd hier naartoe of bent u uit de buurt? Van Limburg, Panningen. Best wel een reisje dan. Inderdaad, ja, dat is best wel een ver reisje, maar het is wel de moeite waard voor zo'n goed doel. U staat hier in de rij voor de brievenbus? Ja, dat zeker weten. Ja. En wat gaan jullie doneren? Geld. En hoeveel ga je dan doneren? Wij hebben een cheque van 6.000 euro. En hoe hebben jullie dat dan opgehaald? Met hele leuke opdrachten. Ja, en we zijn ook een heel jaar zijn we al bezig. Dus we hebben allemaal verschillende dingen gedaan. En dit is het eindresultaat. Dus, Wat is nou een van de leukste dingen die je hebt gedaan? Een van de leukste dingen die we gedaan hebben. Dat is zwemmen in de Barentszee. Ja, dat is een van de leukste dingen die we gedaan hebben. Dat is wel in de zomer, hoop ik? Nee. Dat is anderhalf week. Ja, dat was vorige week. Ja. Dus dat was buiten was het min 20 en het water was 2 graden. Dus dat is het mooiste wat we gedaan hebben. Hallo, ik wil graag de groeten doen aan moeder. Dus bij deze. We staan hier vandaag bij het glazen huis, zoals jullie kunnen zien. Het is heerlijk weer, het is lekker rustig. De zachte zuidoostenwind. En ik wil graag de DJ's heel veel sterkte wensen. Je staat hier met een heel mooi bord. Wat heb je gedaan? Voor school. School, wat hebben jullie dan gedaan? We hebben geld. Nou, wij komen uit Bokstel, speciaal onderwijs uit Bokstel. En wij hebben heel veel klusjes gedaan met z'n allen. En we hebben, wat hebben we gisteren gedaan? We hebben een paard eraf geschoren. Voor 200 euro. En totaal hebben we 451 euro opgehaald met ons schooltje. Dank jullie wel.
gaan ze niet laten stikken en we gaan zoveel mogelijk geld inzamelen. En ik wil mijn moeder bedanken, want zij is heel lief. Dank u wel. Jullie een kleine donatie en in ruil daarvoor mogen jullie een opdracht van mij uitkiezen die ik hier moet uitvoeren. Die jij moet uitvoeren? Oké. Een kleine donatie, dat is goed. Prima. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. En wat wordt de opdracht? Schoenen uittrekken en op je sokken hier rondlopen voor 2 minuten. Voor 2 minuten? Dat is prima, dat gaan we doen. Ja, echt, dit is echt het is wel een leuke opdracht. Maar ja, ik had het liever gehad dat het 20 graden was. Maar goed, we gaan ervoor. Ah, ik heb ze weer aan. Het scheelt een stuk hoor. Lekker warm! Ik ben Sander Hoogendoorn, ik ben de man met de hamer tijdens 3FM Series Request. En we zijn nu in de niet in de winkel te koopwinkel. Dat is, laten we zeggen, de fysieke versie van de veiling die we ieder jaar organiseren voor 3FM Series Request. En hier kun je dus gewoon echt ook de veiling items die je op de site ziet staan, ja, kun je even aanraken, kun je zien, kun je voelen, kun je eventueel ruiken. Want er zitten ook een hoop sportshirtjes bij. En als er iets voor je tussen zit, dan kun je erop bieden. En hoe gaat het nu met de veiling? Ja, het gaat echt fantastisch met de veiling. Want er worden namelijk heel veel exclusieve items binnengebracht, zoals... Even kijken, daar hangt het voetbalshirtje van Lionel Messi en Suarez heeft er ook een handtekening op geschreven. Heel veel andere sportartikelen en het is heel tof. Er zijn ook heel veel diensten die je normaal in het echte leven niet geregeld krijgt. Maar tijdens 3FM Series Request is er ineens van alles mogelijk, weet je wat? Ik bedoel, je kan bieden op abseilen vanaf een windmolen bijvoorbeeld. Iets wat normaal echt niet te regelen is, kan nu ineens. En dat levert ook nog eens geld op voor het Rode Kruis. En welk item gaat nou het meeste geld opleveren hier? De jurkjes doen het wel goed. We hebben een jurkje van Tess Milne hebben we hangen. We hadden een negligé uit de film Soof. Die deed het ook heel goed. Die ging echt voor 700 euro de deur uit of zo. Ja, echt gewoon wel de items van de BN'ers en zo. Die gaan het allerhardst. Maar iedere euro is meegenomen. Dus het maakt eigenlijk niet uit. En welk item ben je nou het meest trots op dat je dat hier hebt? Even kijken hoor. Ja, er is een tiara gedragen door Gwen Stefani. In haar videoclip Misery. En die tiara is ontworpen door een designer uit Nederland, Björn van den Berg. En ja, dat is gewoon echt zo'n enorm ding wat je op je hoofd zet met stekels en zo. En die heeft zij gewoon gedragen in haar videoclip, weet je wel. Dat is gewoon iets wat wereldwijd miljoenen mensen hebben gezien. Dat staat nu hier. Dat vind ik echt super vet. Welkom bij de actie van de dag. Vandaag zijn we te gast bij de MES. Hierin treden verschillende DJ's op voor het goede doel. Ik ben Roos Marijn en ik ben altijd op de radio door de week tussen 9 en 12. Voor 3 voor 12 toch? Ja, klopt. We zijn hier in de MES, want dat wordt tijdens het Serious Request Glazen Huis omgetoverd tot het clubhuis. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik ben de professionele clubgoer deze week. Helemaal te gek. We hebben 's middags en 's avonds in de MES in Breda een programma dat 's middags natuurlijk voor het hele gezin is. Ik mag daar weinig over zeggen, maar er is een ballenbak, er zijn clowns, je kunt cupcakes versieren, je kunt alles hier. En 's avonds dan is er het muzikale gedeelte. Bijvoorbeeld Seven Alias, een van de grootste hip-hop sensaties van het moment, speelt hier gewoon deze week. Wat dacht je van de spinning clubavond? Er is ook aan het einde van de week een technoavond. Lucas Hamming komt spelen. Indian Askin zal er zijn. Serious talentavond. Kortom, het is eigenlijk gewoon altijd goed. Koop een kaartje, kom binnen. Wij zijn er. We hebben een paar dingen. We doen de garderobe. Of we doen de beveiliging, zoals vanavond. En dan is het gewoon feest. En eigenlijk iedere avond een beetje een ander thema, toch? Ja, klopt. Iedere avond is een andere avond. Dus check 3fm.nl/clubhuis. Daar zie je dan de hele programmering van de week. Volgens mij hebben we in eerdere jaren van Serious Request nog niet zo'n clubhuis gehad, of wel? Klopt, het is nieuw. Maar we hadden natuurlijk al ervaring in Breda. In 2008 waren we er ook al met 3FM Serious Request. Dus nu wisten we ook heel goed hoe het beter kon. En toen dachten we, laten wij eens een clubhuis beginnen. Want je kan natuurlijk gaan kijken bij het glazen huis. Maar ja, hier zit je lekker warm binnen. Ja, en om de kijkers ook iets anders te geven en de 3FM luisteraars dan alleen op de grote markt eigenlijk toch? Ja, precies, zodat er ook nog een andere toffe plek is om heen te gaan, klopt. En jij bent de ambassadeur deze week van het clubhuis? Ja, ik ben de ambassadeur, dus ik mag professioneel naar de club. Ik heb geen klachten.
Breda Nu. Je weet het meteen.